Ik ben ready. Gaan we beginnen? Ready. Wil jij niet openen, KW? Gewoon gezellig nee, hallo zeggen. Nee, daar ben jij heel niet. Goed in. Nee, ik ben er helemaal niet. Jawel, ik weet dat je het een beetje spannend vindt. Zeg gewoon even gedag. Hoi. Ja, stel je even voor. Ik ga mezelf niet voorstellen. Jongens, welkom allemaal bij seizoen 4. We zitten hier gezellig in een cirkeltje met bloemetjes om ons heen, met nieuwe mensen. Ze zitten ook echt naast elkaar, de nieuwe mensen. Welkom, Ricky. Welkom. De betere Rick is dat. Nee. We hebben nu Rick nee, bij deze. Nee. Je bent slechte Rick, we hebben nu betere Rick. En Zeezombo. Ja, stel jezelf even in een beknopte versie voor. Nou, ik ben Zeezombo en ik speel Minecraft. Nee, joh. Dat had ik niet verwacht. Die zag ik even niet aankomen. Nu verwachten we al wat heel heftigs van jou, Rikke. Snap ik. Yo, ik ben Rick en ik speel Minecraft, maar dan beter. Oh! Oké, dit is al nu even de toon gezet. Hé, jongens, sta op. Doe je ding. Jullie weten allemaal wat de bedoeling is. Houd natuurlijk, neem ik aan. Ja, meestal wel. Ik wil dat jullie weggaan. Ik heb dit geclaimd vanaf nu, dus graag ik heb even... Al dit bloemetje zo. Dit is stelen. Dit gaat alweer helemaal fout. Meteen een boefje zijn. Ik heb je mag opstaan, hè? Ja. René, dit is niet, de bedoeling. Kopen. Dit kost geld. Dus nu gaan we gewoon al. 6 diamonds voor dit bloemetje. Zijn we al begonnen? Ja, we zijn begonnen. Goed, jongens, welkom allemaal bij Content Veen Seizoen 4. De bedoeling is wat anders dan normaal. Jullie hebben natuurlijk de intro gezien. We gaan met z'n allen bij dit simpele watertje hier wonen. Iedereen is nu aan het hakken. En weet ik veel wat aan het doen. Hun begin van Minecraft aan het spelen. En ik heb er zoveel zin in. Het gaat zo leuk worden weer. De planning van mij is om hier te beginnen met mijn basis. En normaal ben ik altijd echt, we gaan dit doen. En we gaan dat doen. En nu heb ik werkelijk waar echt geen idee wat ik ga doen. En ik denk dat dat ook wel een mooi goed ding is gewoon. Een keertje helemaal blind een seizoen ingaan. Het mooie is, iedereen gaat natuurlijk om dit water heen wonen. Dus we kunnen consistent bij elkaar blijven. En het zou consistent spannend zijn. En iemand is daar al bezig met de crafting table. Laten wij mijn eerste boompje hakken en dan gaan we daarna heel even kijken wat gaan we vragen mensen wat ze van plan zijn. Ik heb gewoon een boom gehakt! Het is ongelofelijk, althans ik heb hem bijna gehakt. Ik ga mijn crafting table plaatsen en dan markeer ik gelijk mijn territorium. Dit is voor mij. Heeft er iemand eten? Waar? Ik heb honger. Waar zijn de crafting tables? Hallo, ik heb honger. Hoe heb jij diamonds? Hoe heb jij diamonds? Shard heeft diamonds. Heeft iemand eten voor me? Ik heb wel een crafting table. Oh, ik had er al een. Alsjeblieft. Hallo, ik heb. Zullen we ruilen? Crafting table voor een appeltje. Hoe heeft hij diamonds? Appel. Appel. Zo. Oh, je hebt al een appel. Ik heb al een. Ik hoef jou. Oh! Dit gaat helemaal mis. Dit gaat helemaal mis. Dit. Goed, er is zoals jullie kunnen zien lekkere chaos gaande. Weet ik wat allemaal. Er zijn nieuwe mensen in Content Veen. Jullie gaan ze langzaam natuurlijk wel leren kennen. We hebben nu een tweede Rick. Dat gaat wel heel erg wennen zijn. Ik vond één Rick eigenlijk wel genoeg. Oké, waar is mijn... Oh, hier is mijn crafting table. Hier is hij. Laten we heel even een pickaxe maken. En dan gaan we heel even wat steen hakken. Zodat ik gewoon redelijk normale tools kan krijgen. Kool, steen. 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 Stenen pickaxe. Kool. Nog meer kool. Nog meer kool. Een mine. Het is Oh nee, zombies. Oh, wacht. Even toortjes maken. Toortjes maken. Even snel. Hallo. Ik ga als eerst een monster vermoord hebben. Ik ga me echt heel cool voelen. Ik ben de beste Minecraft die er is van Cold Advanced Season 4. Nu al gewoon. Iedereen is allemaal upgrades ook aan het halen. Hè? Of upgrades. Wat zijn dat? Advancements. Oh, Joris is dood. Oh nee, Joris is dood. Oh nee. De eerste. Hij is af. Je vraagt je vast af waarom het nou een probleem is dat Joris dood is. Het komt door onze super speciale minigame. Zodra je doodgaat in dit seizoen zal je aansluiten bij de jagers. En heb je dus een rode naam. De bedoeling is dus dat de jagers de andere spelers gaan vermoorden. Zonder echt daadwerkelijk met de zwaardjes zomaar iets geks te doen. Denk daarbij dus aan geheime vallen met TNT of met weet ik veel wat voor gekke dingen. Gewoon een creatieve manier moeten ze elkaar uitschakelen. De speler die als laatste niet dood is gegaan, die krijgt gewoon een leuke prijs. En dit kan gewoon 10 afleveringen duren of zo. We weten het niet. En als je het nog niet snapt, het wordt vanzelf duidelijk. En terug naar de video. Wacht, waar ben ik? Met wie kan ik dit delen? Jongens, ik ben niet de eerste die dood is gegaan. Dit is ongelooflijk. Ik hoor je wel, maar ik weet niet waar je bent. Ik zie... Oh, ik zie je. Kom in mijn veilige grot. Oh. Ik heb een grot. Een paar diverse pijnen. Is dit jouw grot? Dit is mijn grot. Welkom. Oh, ik ga hier schuilen. Voel je vooral thuis. Ik heb kool. Ja, hey, wacht even. Wat wil je nou aan doen? Ik help jongens, mee. Ik heb een gast meegenomen. Ik weet niet wat jullie hiervan vinden, maar... Ja, laat hem maar weer naar buiten. We hoeven hem niet. Oh. Ja, als we hem dicht doen, valt hij Harlow waarschijnlijk aan. Huh? Oh, nee. Ja, wat vind je van mijn grot? Ik ben al klaar met... Dit is mijn startersbase. Dit is echt een mooie grot. Dit is mijn startersbasis. Hey, Cole.
Mooie startersbasis. Oh. Ja, prachtig hè? Jullie zijn allemaal kool aan het stelen allemaal. Ja, het... Nou, er staat, je naam staat er niet op. Nog niet. Ik zal voor jou eerst volgende... Met terugwerkende kracht ga je je naam erop zetten. Ja, dat... wacht maar af. Het is wel echt veel ook. Weet je wat? Het is echt je heel veel kool. Krijgt de helft van me. Omdat dit mijn pickaxe ook wel kost. Krijg je de helft. Hier beneden is dat een mooie deal, toch? We hebben een deal gesloten ineens. We hebben een deal gesloten. Dan krijg jij ook de helft van mijn steen. Oh ja, dat heb ik nodig. Dat is 3, precies. Bedankt. Geen probleem. Ik heb wat gevonden. Ik heb wat gevonden hier. Ik wil dit delen met jullie. Het hoekje om, het hoekje om. Het hoekje om. Het is nog meer kool. Oh, een koper. Nee, die bedoelde ik niet. IJzer, ik wil ijzer. Ik heb geen ijzer. Iemand heeft al allemaal zijn ijzer zitten hakmijnen. Hakmijnen. Nog meer van de koper. Ja, maar als ik ijzer vind, dan meld ik het wel, oké? En dan? Ja, dan meld ik het en dan haak ik... Oh! Ja, dan heb ik het gemeld. Ja, wat wil je nog meer? Ik heb een hele grote mine hier. Dat ga ik doen. Ik meld! Ah! Stelen, snel. Oké, die is voor jou en deze is voor mij. Nee, daar hebben we niks. Zo, hoppakee. We kunnen een schaar maken. We kunnen... Wacht. Hoe leuk is dat? Ik heb wel echt eten nodig. Kom, we gaan en naar boven. Drinken ook. Ik ja, wil drinken? Drinken in Minecraft. Ik heb iron gevonden. Waar ben jij? Ik heb 2... Oh, ik heb 3 iron. Nu kan ik een bucket maken. Oei. Goed, jongens. Laten we deze poepgrot hier uitgaan. En dan gaan we gewoon weer in de bovenwijde wereld leven. Ik zie dat mensen al druk bezig zijn met van alles en nog wat. Dus laten wij ook even voor zorgen dat we eten nodig... dat we eten krijgen, want we willen natuurlijk niet doodgaan. Dit is mijn basis geworden. Leuk. Jullie hebben mijn basis overgenomen. Dat was mijn basis. Mooi. Boom, boom, bam. Is dat weer lief? Dat was mijn basis. Nee, dit is mijn basis. Waarom? Nee, jij hebt een ander plekje geklikt. Jij woonde daar verderop. Ik ga hier wonen, dat klopt. Maar ik woon echt gewoon hier. Dit is echt van... Ja, ik zit in een boom. Hier. Wacht even. Ik zie je. Ik kan niet meer, ik kan niet... Woon jij daar? Oké, okay, ik woon hier, gezellig. Gezellig. Weet je, ik ga ook even mijn plekje zoeken. Doei. Ik heb wel steen nodig trouwens. Okay. Een grapje, Harlow. Je mag ook hier blijven. Nee, je mag ook hier blijven. Ik moet even een bordje maken. Maar niet lang. Dat ik hier woon. Maar niet lang. Maar ik heb eigenlijk nog wat iron nodig. Hebben jullie dat al gevonden of niet? Ja, 1. Ja, allebei. 3. 3? KB's. Kunnen we 4 scharen maken? Huis. 2 scharen maken? Boom. Nee, ik wil een emmer maken. Voor water, om te drinken. Zodat ik lekker kan drinken. KB, het staat hier verkeerd. Wat? Ik heb kool. Ik ga mijn ene ijzer ga ik omsmelten, jongens. De ene ijzer die ik heb. KB's huis. Staat ook hier. KB's hier. Oké, okay, we gaan een houten zwaardje maken. Waarom maak ik hout? Ik kan letterlijk steen hakken om alles voor steen te doen. KB. Hij is vissen. KB. Oh, hij is vissen. Auw. Auw. Goed, laten we even gewoon tools regelen. Dat is het belangrijkste voor nu. Hoe heeft KB een vishengel? Oh, daar is hij. Hey, Floor. Hallo. Hey. Ben jij? Kan je me vinden? Oh, hallo. Heb jij al iets van eten? Gewoon even iets te snacken of zo? Echt letterlijk niks. Helemaal, ik heb kool voor je. Ik heb steen. Hier heb je, dan krijg ik kool van me. Dan krijg ik steen. Nou, dankjewel. Maar wat ga je doen? Ik weet niet. Ik was eten aan het zoeken. Oh, nee, ik ga ook eten zoeken. Dankjewel. Ik had mijnen, maar ik had geen zin meer. Ja, ik heb eten nodig. Echt drastisch gewoon. Ik heb 1 ijzer. Heb je 1 ijzer voor me? Nee, eigenlijk niet. Oh. Niet bij me. Ik heb een ijzeren schep kunnen maken en dat is alles wat ik heb. Voor de rest kunnen wij maken nog een ex zo. En that's it. Een zwaard heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Laten we dan een kistje maken. Daar hebben we niet genoeg hout voor. Even nog wat boompjes hakken. Goed, in de tussentijd heb ik even goed kunnen nadenken over wat ik wil gaan bouwen. En ik heb een idee. Ik zei al dat het heel random gaat zijn en weet ik van wat. En dat is het ook. Het gaat echt heel random worden. Maar omdat het concept van dit seizoen natuurlijk weer een beetje anders is... moeten we ook rekening gaan houden met dat we dicht op elkaar wonen. Dus we kunnen niet mega groot gaan bouwen. Uiteindelijk moet dat een stukje verderop. Dus met die reden heb ik wel een heel goed idee met wat ik wil gaan bouwen. Eerst eten we dit lekkere appeltje even op. Goed, we gaan op avontuur. Eten regelen. Wie staat zo diep onder de grond? Het is Joris. We moeten oppassen voor Joris. Hallo? Hallo, heb je eten? Iedereen wil eten. We hebben echt de hongersnood. Hoe komt hout daar beneden? Ik heb eten. Een mineshaft? Heb je met me geloed? Nee. Waar ben jij, Max? Heb jij eten? Bijna. Heb jij eten? Hey, Floor. Floor. Jij hebt eten voor ons, Floor. Waar ben jij, Floor? Oh, daar. Heb je eten? Net had je nog geen eten. Ja, maar ik heb toch wel wat beestjes geslacht. Ik moet even wachten. Nou, dat vind ik echt heel zielig. Hoezo? Waarom heb je ze niet meegenomen? Nee, jij krijgt geen eten, Joris. Jij bent gevaarlijk. Jij hebt een rode naam. Ja, kijk. Ik was dus hier steen aan het hakken. En toen viel je. En toen hakte ik deze onder me en toen viel ik hier naar beneden. Oh, wat lekker, Floor, dat je dit gewoon zomaar voor ons hebt gemaakt. Dankjewel. Echt heerlijk. Dankjewel. Ik ga eten regelen, doei. Ook voor mij?
Nee. Goed jongens, deze missie is puur om even eten te regelen. We gaan zoveel mogelijk dieren even slachten. We gaan later wel een farm maken waardoor we consistent eten kunnen regelen. Maar voor nu, oink, 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 boink. En wat leven we ook weer in een prachtig landschap, jongens. Seizoen 4 gaat geweldig worden. Paarden, nee, paarden hebben geen vlees. Schapen, ik heb wol nodig voor een bed. En vlees, kom maar hier. Overheerlijk vlees. Oh, diamonds. Hoe heeft meneer Ricky nu al diamonds? Hij is echt betere Rick. Het is echt betere Rick. Ik vraag me af hoe het met Rick en Justin zou gaan op het moment. Hallo? Schapen? Koeien? Schapen? Oh, hier komen. Oh. 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 En kippetjes. Ja, maar kippen, die stik maar in je kippen. Ik hou niet van kippen in Minecraft. Oh, ijzer. Zeg maar dat het meer dan 2 is. Ja, het is er meer. Goed, laten we gewoon even van alles verzamelen. En dan zie ik jullie terug bij mijn mega coole basis. Ik kom straks ruimen voor daar ook zeppelings van. Ja, is goed. Max, kom eens terug. Ik wil ook even laten weten dat we de lekkerste hamburgerbroodjes maken. En dat je zo meteen echt bij ons terug mag komen. Ah, ik zie hoe het zit. Bij de Subway's. De Subway. Oh, jullie maken de Subway. Ja, nee, weet ik veel. Dit ga ik onthouden. Ik ben heel dankbaar voor het brood. Ik onthoud dit. Goed, we zijn terug bij mijn basis. En ik heb hier heel wat eten inmiddels kunnen regelen. Ik ben er heel blij mee. En ik heb gelukkig genoeg kool om het ook te smelten. Laten we even nog een furnace maken. Of misschien zelfs 2 gewoon. Dan is stap 1 is bijna compleet. En dat is eten regelen. Zo, helemaal top. Stap 2 is een bed maken. Stap 2 is compleet. Laten wij een dutje doen. Alleen realiseer ik me dat nog niet iedereen een bed heeft. We kunnen de nacht nog niet overslaan. Goed, het eten is lekker aan het smelten. Ik ben er echt... Ik ben zo blij mee. Oh, gewoon lekker eten. Laten we het leren en zo dan even alle andere spullen even opbergen hier. Zou meneer KB hierjus zijn? Hallo? KB, ben je hierjus? Of woon je hier niet meer? Ben je verhuisd? Nou, hij woont hier wel nog. Hij is niet hierjus. Goed, dan gaan we hier het ijzer in doen. Dan kunnen we ook even wat ijzer smelten. Mensen zijn echt... Bijna iedereen heeft al diamonds, jongens. Ik loop echt achter. Ja, iedereen is aan het slapen. De nacht wordt overgeslagen. Het... Au. Kijk nou. Het is dag. Wat heerlijk. Goed, het is even tijd om te gaan minen. Goed, we zijn nu al even aan het minen. Ik denk nog geen 10 minuten. En het gaat goed. Ik moet zeggen, het gaat erg goed. We hebben een emerald of 2. We hebben wat... gewoon, wat is dit? Wat voor blok? Raw iron. Ik weet niet eens waarom ik er niet op kwam. Het gaat goed. Het is stabiel. Zombietjes die zijn geen probleem natuurlijk. Die klappen we even hier en daar. Maar ik ben nog gewoon recht onder volgens mij het spawnpunt waar we met z'n allen leven. Je kan het slechter hebben. Ik heb nog geen diamonds gevonden. Maar ik moet zeggen, dat is ook niet de grootste prioriteit natuurlijk. Vooral ijzer zal me nu gewoon goed doen. Maar één ding is zeker, jongens. We gaan niet naar de diepte. Dark Souls daar. Jij mag er één, zombie. Ik hoef daar niet heen. We gaan weg hier. Goed, snel de route weer omhoog aan het graven. Weg hier. Frisse lucht. Oh mijn god. Wat heerlijk. Waar is huis? Volgens mij aan de andere kant van dit. Waar is huis? Waar ben ik? Het is wel mooi hier, maar hier wonen we niet. Volgens mij is het aan de andere kant van deze blauwe bloemenberg. Ja, kijk dit. We zijn er. Wat zijn mensen allemaal aan het doen? Koetjes en letterlijk kalfjes. Wat ben ik blij om weer veilig thuis te zijn. Laten we gelijk al het ijzer even omsmelten. We hebben gewoon 1,5 stek ijzer. Ik ga KB heel blij maken met iets. KB, ben je thuis? Waarom ben je weer niet thuis? Ik mis je als buurman. Woon je hier überhaupt nog? Dan gaan we wel andere buren blij maken. Hallo? Hey Rick. Hey. Hey, ik Max. Heb een... wat een leuk plekje. Je hebt een bruggetje gebouwd. Ja, leuk hè. Hier komt mijn eerste huisje. Oh, maar je bent de houthakker of zo? Ja, ja, ja. Ik ben de houthakker. Ik heb al... De houthakker. Ja, ik ben de enige. Oh, dus ik kan hout regelen bij jou. Ik heb een patent op liggen. Oh, dus alle bomen zijn gewoon van jou staan. Ja, alle bomen zijn van mij inderdaad. Oh. Ik moet toch wel even wettelijk... Oh. Ik wilde er niet op je hoofd zitten. Nee, dat vind ik vies. Ja. Nou, ik moet het nog wel even wettelijk even op papier zetten. Maar ja, eigenlijk elke boom in dit land is van mij. Ah, ja, ik heb er al een paar gekapt. Ik weet niet of dat erg is dan. Nee, dat geeft helemaal niks. Dat kost, is gewoon een kleine schadevergoeding van één diamond per boom. Nee, hier heb je een emerald. Als welkomstcadeautje. Omdat, kijk, ik woon daar boven op de berg. Precies daar. Zie je die 3 furnaces op elkaar gestapeld? Ja, ja, ja. Dat ben ik. Dat ben ik. En ik zie daar dat jij ook al gezellige buren hebt. Ik, is het wie? Huh? Dat zijn pillagers. Oh. Veel plezier ermee. Weet je waar Justin woont? Ja, daarachter volgens mij. Justin woont letterlijk daar. Dan ga ik even Justin gedag zeggen. Die is denk ik leuker dan jij. Hey. Maar als je hout nodig hebt, ik heb serieus echt al wat mensen... Heb je Dark ook? Nee. Nou, dan heb ik die niet nodig. Dat is het enige hout dat ik nodig heb. Ja, kom op. Op het moment. Dark ook. Oh, oké, ik ga mijn best doen. Joe. Justin! Justin! Justin!
nadenken. Jongens, help. Ik lok zo naar jullie toe. Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, niks. Ik zoek Justin. Ik hoorde dat Justin hier was. Ja, nee, Justin die is naar Char, want die ging... Help even trouwens. Al teken voor de team. Pas op dat je niet doodgaat. 1:40. Ja hoor, komt goed. Ik ga nu naar de village. Bye. Ik ga Justin... Wacht trouwens, ik heb ook een welkomstcadeautje voor jullie. Niet voor jou. Ik heb hem voor jou, hier. Eén emerald. Ja, thanks man. En welkom, emerald. Kijk, zie je die drie furnissen daar op elkaar? Bij die grote boom? Waar? Daar bij die grote boom, een beetje, daar. Bij die grote boom. Oh, ja. Nee, iets meer naar links. Je kijkt denk ik te ver naar rechts. Ja. Dat ben ik, daar woon ik. Oh, wat leuk. Als je ooit wat nodig hebt, niet daarheen, oké? Ik heb het niet. Ik kom ook zeker niet langs voor gezelligheid. Ik heb jou een emerald gegeven. Ja, ik kom alleen maar langs voor cadeautjes. En drie brood. Nou, dat had ik net nodig. Dat is precies wat je nodig had, hè? Ik ga Justin zoeken, oké? Bye. Doei. Justin! Ja. Justin, daar ben je! Waar ben jij? Harlow huis, hier, achter je, bij Harlow. Bij Harlow's basis. Ik ben... Hoe zag je me niet? Je keek me recht aan. Ik was een beetje blind. Oké, ik heb deze voor jou, als welkomstcadeautje. Een emerald. Zo, dat vind ik lief van jou. Ja, hoe zie je eruit? Doe je armor eens uit. Geef het eens aan mij. Kijk hoe die armor eruit ziet. Ik ben de heerboer. Nee, grapje, de heerboer. De heer, ik heb zojuist een wortel en een potato. En ik heb een... Wacht, kom mee. Dan heb ik echt pas een goed cadeautje voor je. Echt? Dan kan je verhaal... Ja, het past wel bij jou. Ik hoef, zeg maar, je bent de boer en ik heb wat voor de boer. Weet je gelijk even waar ik woon? Waar woon je dan? Ja, daar lopen we nu heen. Daar lopen we nu heen. Ik heb al een megabasis, hè. Is het die bed daar, dat witte bed? Ja, het is dat witte bed daar, ja. Hey, Joris! Hey, we gaan even slapen. Ja, Justin en ik gaan een slaapfeestje houden bij mij. Nee, ik ga wel een bed voor je maken. Nee, jij bent niet welkom. Je hebt een rode naam. Ik vertrouw jou niet. Je hebt het al voor jezelf verpest. Ja, Joris. Kijk, ik maak even een bed voor je, Justin. Zo, wat een mooie boom heb je hier. Ja, dit is de boom. Ik ga hem zo omkappen trouwens. Oh nee, mag niet. Dat moet Rick doen. Hier. Ja, dat moet Rick doen. Hier, kom. Slaapfeestje. Oh, slaapfeestje. Gezellig. Maar gezellig. Nee, ik word dus boer. Ik ga dus alles planten en verbouwen en weet ik voor wat. Wat je maar kan bedenken. Dan heb ik voor jou, maar dan wil ik wel, verwacht ik het terug. Ooit. Iets. Ja. 4 pumpkin seeds. Die had ik in een mineshaft gevonden. Dus dat past wel bij je, toch? Okay, heb ik nog meer voor je misschien? Als ik straks wat grondstof heb, wat omhoog gegaan is en ik heb het geoogst, krijg je mijn aanbieding. Oh, heerlijk. Kijk, dat vind ik goed. En vergeet die emerald niet die ik je gegeven heb. Is dit gewoon omkoping? Nee, vergeet het gewoon. Vergeet het gewoon niet dat ik je een emerald heb gegeven. Oh ja, trouwens, ik heb hier 1,5 stek ijzer inmiddels. Oh. Mijn emerald? Nee, jij bent een rode naam. Jij krijgt geen emerald. Hey, doei. Doei, is KB al thuis? Dat weet ik niet. Hij is echt heel lang niet meer hier geweest. Ah, dat is wel jammer. Ik wens hem wel in zijn hier. En groetjes. Doei, Justin. Vergeet emerald niet. Hou je mond. Goed, jongens. Mijn meesterplan is van start gegaan. Iedereen omkopen. Helm, chestplate, broek, schoenen. Makkoes. Ik was heel druk bij... Oh, je wordt aangevallen. Ik zie het al. Ja, ik wacht. Ik ga snel wapens maken. Trek je armor aan. Hallo. Hallo. Er is een groot probleem daar beneden. Ja, ik was heel druk armor aan het maken. Toen kwam je eigenlijk een beetje hier storen. Weet je? Toch, maar als ik je hier ook mee help, dan sta je wel echt heel erg bij me in het krijt, hè? Met zoveel dingen al. Je hebt me hierheen gelokt en nu ga je weg. Weet je waar die vandaan kwam? Van jouw basis. Hij is helemaal van jouw basis naar mij toegekomen. Hier heb je trouwens 2 vlees. Vergeet het vlees niet. En de emerald. Ik heb je verschrikkelijk ervan. Bedankt voor de rest, hè. Joe. Vergeet niet dat... Doei. Doei. Goed, we zijn helemaal settled om gewoon te beginnen met het verzamelen van de spullen voor mijn eerste basis. Ik heb wel een nieuwe kist nodig, want deze is te klein. Zo, we hebben hier nu 2 kisten naast elkaar staan. Helemaal top. Goed, voor mijn basis moeten er een aantal dingen gebeuren. Ik wil deze boom hier weg, die hier weg, die hier weg, die daar weg en misschien zelfs die daar weg. In 3, 2, 1... Jeetje René, wat hebben we die bomen goed weggehaald, hè? Ongelooflijk. Ineens stond jij hier gewoon naast me. Ik heb hier nooit bomen gezien, eerlijk gezegd. Nee, er waren hier niet eens bomen, nee. Dankjewel voor deze co-host van dit shot. Doei. Oké. Ik kom eigenlijk wat verkopen. Oh, je kwam wat verkopen? Ja. Wat kwam je verkopen? Kijk, ik kwam broodjes verkopen. Oh, maar kijk, moet je zien in deze kist. Hier, wacht, ik zal het er even uithalen. Ik heb eigenlijk al best wel wat eten, zoals hier. Zo. Maar ik wil wel, alleen wat kost het? Ja, daar kan ik dus even polshoven van nemen. Ik heb voor jou mijn laatste emerald, daar heb ik te ruilen. Oh, maar dat hoef ik niet. Nou, je hebt hem al aangenomen. Nee, je hebt hem al aangenomen. Je hebt hem aangenomen, je vingerafdrukken zitten erop. Nee, ik wil er wel wat voor terug. Ik heb niet zoveel brood. 1 brood, dankjewel. Ja, dat vind ik, ga hem gelijk opeten. Okay. Nee, als ik wat heb, kom ik wel bij jullie. Oh, gezellig. Huh?
Wat? Waar ben ik? Waar ben ik? Waar zit ik? Nee. Ik kijk boven je. Oh, je bent boven. Nee, als ik wat nodig heb, dan kom ik altijd toe, oké? Ja. Ik denk dat Joris wel brood van jullie wil kopen nu. Die heeft al diamonds, hoorde ik. En Char is daarachter en Joris is daar. Oh, dat horen ze. Die Char is daar. Nee, ik kom eventjes kijken. Gewoon bij iedereen is daar. Een rondje lopen en zo. Oh, nee, gezellig. Gezellig. Mijn bomen zijn weg. Doei. Ja. Goed, nu mijn bomen zijn weggehaald, is het tijd om ook een beetje misschien het landschap vast klaar te maken voor mijn... Ja, ik durf nog niet zoveel te zeggen hoe dat gaat zijn. In deze video is in ieder geval afgebouwd mijn startersbasis. Goed, we zijn 20 minuten verder in het leven. En we hebben een heel simpel dingetje gedaan. Ik heb even hier een soort van gat gegraven, want ik heb een idee wat ik wil gaan doen. En nogmaals, ik ga het geheim houden totdat het er eigenlijk basically gewoon staat. Maar daarvoor moest het landschap eerst gewoon een beetje verpest worden. Ik weet dat het ziet er slecht uit, maar vertrouw me, het gaat er nog mooi uitzien. En ik wil eigenlijk ook nog even het ijs hier hakken. Eén groot voordeel van dit lelijke gat wat we hier nu hebben, jongens. En dat is, komt-ie, boom. We hebben heel veel steen en heel veel dirt. Vooral heel veel dirt. Oh ja, verdrietig dingetje, meneer KB. Hij is ook met een rode naam nu. Dus we moeten ook opletten dat hij ons niet aan gaat vallen. Oké, dichten we dit even met cobblestone. Het koper laten we gewoon lekker liggen. Mijn buurman is inmiddels al dagen niet hier geweest, jongens. Ik maak me echt een beetje zorgen. Oh, wat is daar allemaal gaande? Iemand is een platform aan het bouwen. Volgens mij is dat Justin of dat is Rick. Ricky of Justin doet dat. Een normale Rick woont daar. We moeten even... Jongens, we moeten een goede naam denken. Dat is Rick en dat is Ricky. En daarachter woont Justin. Daar wonen Flora en René. Daar achter mij woont, als het goed is, hier bij de hekjes... woont Char. Dan op dit platform hier woont Joris. KB woont daar. En Harlow woont volgens mij daar beneden. En Zeezombo heb ik nog niet gezien, eerlijk gezegd. Ik weet nog niet zo goed waar Zeezombo woont. Justin zegt, wie moet van zijn dirt af? Je kan het gratis komen brengen. Ik ben de man voor Justin. Ik ben de man. Justin! Ja! Hey! Jij ja, had dirt nodig. Ja, dat klopt. Nou, weet je wat? Het is niet oppakken. Ik heb op zich wel een klein beetje dirt mogelijk wat ik aan jou kan gaan geven. Maar we moeten even kijken hoeveel je nodig hebt, weet je? Oh nee. Oh nee. Is dit Harlow? Oh, Harlow! Heb je een armadillo? Waar ben je? Waar zijn jullie? Oh, hier. Ja. We zijn hier. Bij de basis van Justin. Bij de basis van... bij de boer. Bij de boer. Bij de boer. Ja, hier links van je. Links van je. Daar ja. Hey, René. Hey. Hey, René. Mijn bootje boven. Oh, ik wil hem zien. Die wil ik ook. Ik wil een armadillo. Dit is de eerste keer dat ik een armadillo zie. Weet je hoe lang het duurde om het beest hier te krijgen, joh? Waar is hij? Even zien. Waar is de armadillo? Is dit... Oh, een armadillo! Hij is echt... Nou, hij is echt... Wie wilde hem slaan? Jij wilde hem slaan? Nee, ik wil bloemen. Justin wilde hem slaan. Even nee, voor... Justin. Justin, waarom wil je hem nou gelijk weer slaan? Ik ga hem echt slaan nu, hè. Nee, Justin. Hoeveel moeite heb je gedaan om hem hierheen te brengen? Ik heb hem vanaf de desert daar helemaal naar hier gezet. Aan de rand van de map, hè. Zullen we dit een mascotte maken van... Dit is de mascotte... Wil je hem als mascotte? Ja hoor, dat is goed. Hoe gaan we hem noemen? Arnold. Let's go, Arnold de armadillo. Ja, dat vind ik leuk. Hallo? Oh, hey. Ik hoorde een zeezombo. Zeezombo. Hey, kijk. Waar? Hey, kijk, moet je zien. Een armadillo. Ik heb een armadillo. Oh, ja. Roze, wat? Hey, waar woon je? Jij bent de enige waarvan ik niet eens weet waar die woont. Ja, waar woon ik? Ja, waar woon je? Is dit jouw bed trouwens, Harlow? Waar zou ik wonen? Oh, je woont hier! We zijn in jouw huis, dat wist ik niet eens. Ja. Ik voelde ons zo welkom en denk, weet je wat? Ik had niet door dat we in jouw huis waren. Nou, dat is ik dat mysterie ook. Ik kleur hier gewoon een armadillo neer, joh. Kan mij het schelen. Maar waar woon jij dan, Harlow? Ja, dat zal ik zo even laten zien. Maar ik moet even een armadillo mee. Justin, zullen wij onze zaak afmaken? Ja, wij gaan onze zaak afmaken. Ja, we gaan onze zaak even afmaken. Oké, Justin, ik heb hier wat dirt voor jou. Laten we zeggen, je krijgt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stack. En wat krijg ik ervoor terug? Onthoud dit en onthoud die emerald. Ja, hou je mond met je emerald. Ja, maar wat krijg ik ervoor terug? Wat doet het? Oké. Okay. Maar, ja, wat wil je? Nee, heeft ook nog dirt. Ja, maar dat komt van mij, niet van jou. Oh. Jeetje, oké. Okay. Ik heb ook nog dirt voor je, Justin. Nog 1, 2, 3 stack ongeveer. Wil je dood? Jeetje! Nee. Wat een frustratie. Nee, maar je mag het hebben. Nee, je mag het hebben. Onthoud het gewoon, dat ik dit aan jou heb gegeven. En onthoud de emerald. Dit gaat echt in... Oh. Onthoud dit. Er komt toch een keer een brief op mijn deur, man. Oh. Denk ik ook. Dat denk ik ook, ja. Goed, laten we teruggaan. Goed, er zijn een aantal dingen die ik nodig heb voor mijn supergeheime, coole, mega, ultra basis. Ten eerste hebben wij hier nodig, Dark Oak Saplings. En die kunnen wij gewoon regelen. Dan hebben wij ook cherryhout nodig. We hebben heel veel cactussen nodig. We hebben groene concrete nodig. We hebben groene terracotta nodig. We hebben mos nodig.
En tot slot Kaukau, omdat ik bruine dye nodig heb. Het is ongelooflijk wat voor een poeplijstje dit is. Dus laten we beginnen met cactus. En de cactus die vind je in de woestijn natuurlijk. En die woestijn die zit daar achter me. Dus ik ga vast die kant op. Doei! Oh, ik hoop niet dat ik dood ga. Oh, oh mijn god, ik ben in het water geland. En de eerste cactus is in zicht. Neem maar ook gelijk wat sugarcane mee, altijd handig. Wat een klein stukje heel random koraal daar. Hè, weet je, ik heb het ook niet bedacht. Huh? Joris? Huh? Wat doe jij hier? Wat random. Wat kom jij ineens hier? Ik ben cactus aan het zoeken. Nee, die wilde ik pakken. Ik kom hier ook voor cactus. Ja. Die is van mij. Nee. Ik kom helemaal hierheen om cactus te regelen. Ja, ik ook. Oh mijn god. Oh nee. Ja, zullen wij samen een cactus farm maken? Ik heb... Hoeveel heb je nodig? Cactus. Ja, hoeveel? Je hebt groene dye nodig, neem ik daarna. Ja, ja, ja. Ik heb... ja. Oh ja, ik heb er echt wel meer dan zeg maar 200 waarschijnlijk nodig. Ja. Oké, dan is die achter daar. Nee, we kunnen wel delen. We kunnen wel delen, toch? Laten we samen even gewoon zoveel maken. Kijk, daar in de verte is nog meer. Als we meenemen, dan kunnen we het planten. Oh ja, goeie. Doe jij dat, doe ik cactus wel. Ik ook, mijn schep is ook kapot. Kijk nou wat een prachtige wereld we in leven, jongens. Het is ongelooflijk. Klik nu op dat duimpje omhoog als je seizoen 4 helemaal geweldig vindt. En we zijn nog niet eens echt begonnen. Oké, we zijn wel begonnen. Oké, we hebben 9 cactus. Dat is nog lang niet genoeg. Dus ik ga even cactus hakken en ik zie jullie weer als ik thuis ben. Maar voordat wij naar huis gaan, jongens, gaan we alleen nog even daar cherrybomen halen. Goed, we zijn weer thuis. Ik heb het gemist. Dat valt eigenlijk ook wel weer mee. Oh nee, oh ja, hallo. Ja, hallo. Een kameel. Wat een leuk cadeau, dank jullie wel. Cadeau? Wie ja, of het cadeau is. Oh, jullie komen gewoon even langs. Ja. Oh ja, nee. Nee, laten zien wat zo. Nee, ja, leuk, we leuk, even leuk. Onze pracht, leuk. Toon. Jullie kat. Ja, onze kat, ja. Hoe heet die? Arnold. Ja. Nee, dat is de axolotl. Deze heet axolotl. Of de axolotl. Deze heet ook Arnold. Een armadillo, ja. Goed, we hebben hier even. Laat ik het er eerst even licht hier met het helemaal donker. Joh, wat ben ik allemaal aan het doen? Tonk. 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 Toenk. Helemaal goed. Ik heb verzameld cherryhout, cactussen, een beetje terracotta, vast kaukaubonen voor bruine bonen. En dat is eigenlijk wel alles wat ik heb verzameld voor wat ik nodig heb. Dit gaat zeker dus nog wel eventjes duren. Toenk, 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 toenk. Mijn cactusfarm is af. Hij is efficiënt. Hij is prachtig. Hij gaat waarschijnlijk heel lang duren, maar het is beter dan niks. Wat is Justin allemaal aan het doen aan de overkant? Over Justin gesproken trouwens. Justin! Hey! Justin! Ja? Help! Weet je nog die emeralds? Ik heb... Kijk, voor de boer. Ik weet niet of de boer dit al heeft, maar dit is voor de boer. Oh, waar ben je? Oh. Okay, onthoud dat ik jou heb geholpen met die spin, oké? Ja, ik... Dat vind ik niet aardig dat je dat zegt. Hoezo niet? Hey, ik heb je dingen gegeven. Nee, wat ga je nu weer zeggen? Kom maar. Onthoud dat. Ik onthoud dat, Max. Hey, dankjewel, hè. You. Arnold de armadillo. Nou, dit vind ik echt heel zielig. Dat die, hier heb je een spinnenoog. Hij heeft een spinnenoog gekregen van me. Dat is lief van jou. Heb je mijn platteland al gezien? Ik kom straks. Oké. Plaatsen we hier even een kleine houten muur en... Oh, dat ziet er eigenlijk niet mooi uit. En nu is mijn ex-stuk, het is ook ongelooflijk. Kan ik hier geen kakao op plaatsen? Waarom kan dat niet? Moet het... Char. Blijkbaar moet kakao dus op jungle hout. En daar heb ik helemaal niks aan, want ik heb geen jungle hout. Goed, we zijn inmiddels anderhalf uur verder in het leven. En er is een aantal dingetjes gebeurd, niet heel veel. KB is nog steeds niet thuis. Of juist, sorry. En ik maak me echt heel erg zorgen. Ik heb inmiddels heel wat spulletjes verzameld. We hebben behoorlijk wat terracotta. Ik heb hier bruin terracotta. Heb ik uiteindelijk gewoon in de Mesa Biome kunnen regelen. Dus die hele coca beans of cacao bonen heb ik helemaal niet meer nodig. Mijn cactus farm is langzaam een beetje aan het groeien. We hebben al 8 cactussen. Ik heb deze sapling hier. Had ik uiteindelijk geruild voor mijn broek. Dus ik ben mijn broek kwijt. Harlow heeft dus nu ergens mijn broek aan. Dan heb ik hier nu Dark Oak saplings gekregen van Char. Ik heb een armadillo scoot, want ik was er eentje tegengekomen. Ik weet niet wat ik ermee moet. En behoorlijk wat gravel voor uiteindelijk concrete natuurlijk. We zijn er nog niet, maar het schiet wel op. En zo te zien is Justin daar aan de overkant echt met zijn mega platform al heel wat opgeschoten. Nee, bij, nee, nee, nee. Armbijtje, rip. In de reacties voor dit lieve bijtje. Maar jongens, dan heb ik echt ineens een hele magische truc voor jullie. Het is nu 11:15 s'avonds. En als ik even deze kist open hier en we doen gewoon zo van... Wow, toen waren we er ineens.
ineens heel veel spullen. Het is ongelofelijk. Het is inmiddels 12:15 'smiddags, een dag later. En we hebben echt heel hard gegrind. Ik heb hier 3 kisten staan inmiddels. Er staan daar een aantal containers van Joris. Die is dus ook hard aan de slag geweest. We hebben daarachter nu, zoals je kan zien, Char is ook al druk bezig met haar huis. Al mijn farm items hier zijn helemaal van slag. Het is helemaal volgroeid gewoon. Het is echt zomer. En ik heb hier kisten vol met spullen voor mijn prachtige startersbasis. Ik ben bijna al mijn ijzer inmiddels kwijt. Ik heb nog maar 9 over plus deze 8 raw. Gaan we gelijk even omkoken. NKB is nog steeds niet thuis, jongens. Ik maak me echt zo erg zorgen. Nee, maar het is tijd om met mijn startersbasis te beginnen. Altijd in aflevering 1, jongens, van Content 2 moeten we een basis gebouwd hebben. Er moet iets gebouwd zijn en dat kunnen we onze startersbasis noemen. De ruimte is natuurlijk al gemaakt hier. Het ziet er niet uit, dus het is tijd om dat te gaan doen. Maar dan zou je denken, oh, eindelijk de eerste timelapse van dit seizoen. Ja, daarover gesproken, jongens. De timelapse mod waarmee ik normaal timelapses maak, die is helaas nog niet uit. Heel verdrietig dus. Dat betekent dat we letterlijk in de eerste aflevering geen timelapse kunnen maken. Dus laten we het maar op een andere, unieke manier doen. Welkom bij het bouwen van mijn startersbasis. Hij gaat nergens op slaan, dus laten we maar beginnen met stap 1. De ondergrond. Ik heb er zin in. De ondergrond zal bestaan uit een aantal pilaren en daaromheen prachtige bruine bonen. Wat is dit? Bruine blokken. Goed, dat is onze rare bruine laag. Dan gaan we die nu vullen met mos en groene wol. Goed, en zoals je kan zien heb ik niet echt heel veel mos. Maar gelukkig hebben wij wel, ergens hier in mijn inventory, bone meal. En als het goed is, werkt dat heel goed op mos. Soort van. Hallo? Zien jullie me nog? Dus laten we al het mos even langzaam verspreiden. Enige nadeel is dat het nu een beetje een puinhoop is. Maar dat is allemaal deel van het proces. Dat hoort er allemaal bij, jongens. Oké, nu de ondergrond gemaakt is, is het tijd om te beginnen aan de bloempot. Goed, we hebben nu een pot staan. Althans, het lijkt op een pot. Je kan ook naar binnen en het ziet er van binnen heel cool uit. En dan zou je zeggen, jeetje, een wortel. Maar de pot is nog helemaal leeg. Dus laten we deze pot even opvullen met wat dirt. Zodat we een mooi bloemetje kunnen plaatsen. En het gaat echt een hele mooie bloem worden. Goed, de modder zit erin. Het is tijd om plantjes te gaan plaatsen. Er komt hier een plantje. Er komt hier een plantje. En hier komt een meedogenloze mooie plant. Is dit allemaal? Buurman! Ik weet niet wat ik je bent thuis! Hallo, ik ben er weer! Heb jij ergens een plek waar ik meneer Varken eventjes kan laten? Je mag hem in mijn bloempot mag je hem doen. Oké, dan laten we hem even hier. Goed op hem passen. Ik zal goed op hem letten. Goed, nu meneer KB weer hier is en ik op zijn varken pas, hebben we de bloemetjes hebben we gebouwd. Of bloemetjes, wat zeg ik? De cactus! En dan nu is het tijd voor de oppercactus, de hoofdcactus van de cactussen. Oftewel, de verkeerstoren. En waarom ik het de verkeerstoren noem, weet ik niet. Maar het is een cactus en een verkeerstoren. En tot ziens, meneer KB. Wow, hey, wat een cactus. Ik ben dus deze cactus aan het bouwen. En ik besef me dat gewoon simpelweg alleen een cactus niet heel leuk zou zijn. Dus wat nou als we deze cactus een gezichtje geven? En de cactus geven we niet zomaar een gezichtje, jongens. Nee, nee. Hallo? Het gaat mijn gezicht zijn. Hij is af. En het resultaat, al zeg ik het zelf... Ik ben echt best wel heel blij met dit resultaat. Zoals jullie kunnen zien, is het niet zomaar mijn hoofd. Het is ogerwandeld. Hij is terug. Je grootste nachtmerrie. Ik dacht, weet je, in plaats van dat ik een keer gewoon een huis ga bouwen of iets anders wat ik standaard als startersbasis bouw, gaan we een keer wat geks doen. Dus het is een soort van een walnut, hoofdkwartier, cactus, verkeerstoren. En wacht, jullie snappen waarschijnlijk nog steeds niet waarom het een verkeerstoren is. Hallo meneer de pilletje, wat zijn we aan het doen? Zijn we gewoon lekker aan het chillen hier? Hey joh! Ik ga jullie even een kleine rondleiding geven. Door mijn prachtige basis. Je kan hier naar binnen. Ik moet nog wel even een mooi pad maken en zo. En het gewoon even mooi maken hier. Maar je kan in ieder geval hier naar binnen. Er steken wortels uit die zo naar beneden gaan aan beide kanten hier. Als je naar binnen gaat, zoals jullie misschien al eerder hadden gezien, pas ik eventjes op meneer Varken. Wij worden beste vriendjes, hè? Oh, hij wil al niet meer met me zijn. Maar hier wil ik natuurlijk met een paar kisten plaatsen en zo. Alleen je kan via de wortels hier, kan je natuurlijk omhoog. En als wij dan hier boven uitkomen, jongens, kan ik door het oog van de oger, kan ik heel goed vooral naar Justin kijken. Maar als ik nog even beter wil kijken, kan ik ook op de cactus klimmen hier. We kunnen goed kijken naar wat Char allemaal aan het doen is. We kunnen naar meneer KB's Hius kijken. We kunnen Flora René in de gaten houden. We kunnen Rick in de gaten houden. Ricky in de gaten houden. Justin. Harlow. Of volgens mij is dat Zeesombo en dat Harlow. En we kunnen ook goed het containerpark van Joris nu zien. Ik ben erg tevreden met het resultaat. Wat is Char allemaal aan het doen, hè? Char, wat ben je... Die is bezig met al die koeien.
Laten wij in mijn ogen weer inklimmen. Goed, dan ga ik nog heel even wel wat dingen aanpassen. Want ik heb voor de mooi had ik hier van die wortels die overal uit de grond steken geplaatst. Maar ik vind die toch een beetje vervelend. Belemmert me toch in de ruimte. Dus we kunnen beter die wortels iets kleiner maken zoals dit. Dan kunnen we nu gewoon mijn kisten naar binnen verplaatsen. Althans... Ja, dat gaan we de volgende aflevering doen. Ik heb namelijk 4 kisten en die zijn eigenlijk allemaal, behalve deze, dan wel helemaal vol met gewoon spulletjes inmiddels. Dit is trouwens de achterkant. Hij heeft echt een mooi achterhoofd. Laat even weten in de reacties wat jij van Ogerwalnut zijn mega mooie startersbasis vindt. We gaan nog veel andere mooie dingen bouwen dit seizoen. Maar ik dacht, dit representeert wel een beetje hoe ik erin sta gewoon. Goed, ben je nou benieuwd hoe andere mensen reageren op dit prachtige bouwwerk hier? Dan moet je zeker even geduld hebben, want de volgende video komt eraan. Is die al online? Kijk dan gewoon even lekker die volgende video. Is er nog niet, dan kan je ook gewoon lekker deze video kijken. Dit is namelijk ook een hele leuke, bijzondere video om te zien. Stel, die video is nog niet online. En dan nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan nu spreek ik later. Laat je wat. Tot 4, 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 4